zo naar me gekeken. Ja, ze haalt mijn zuring erbij. Hangen de letters goed? Ja, de letters hangen er mooi bij. Ja. Je bent van de publiciteit. Ja, zo'n beetje. Gaat goed volgens mij, hè? Ja. We hopen dat het flink druk wordt dit jaar weer. Wat organiseert u eigenlijk? Ik ben de zoon van de boer achter van de moestuin. Ja. Dus ik ben eigenlijk met van alles een beetje helpen, overal rondlopen. Ja. Nu moet even de letters nog ophangen worden. Eigenlijk hadden we gisteren moeten doen, maar ja, is er niet meer van gekomen. Dus dan moet je het vanmiddag maar even doen nog. Mevrouw heeft al flink ingeslagen. Oh, sorry. Ja, ik heb allemaal. Nee, ik heb alleen pas het Fleur de Sel gekocht. Fleur de Sel op zijn Spaans. Maar deze gerechten die ken ik allemaal, want ik ben al jaren klant bij haar. En aanbevelenswaardig. Dus u hoeft niet meer te proeven vandaag? Ik heb toch geproefd. Vind ik gewoon lekker. Wat is er lekker aan dan? Puur fruit, gezond. Ja, en de levenslust van de mensen en de liefde voor het koken straalt er vanaf. En dat is het belangrijkste. Smakelijk. In principe, mensen willen wel proeven. Daar zijn voor zijn ze ook een beetje hier eigenlijk. Dus ja, erg leuk. We zijn het echt in Nederland, dus proeven maar niet kopen. Nee, dat valt wel mee. Mensen zijn nu ook echt om te kopen. Dus dat is wel heel leuk. Ja. Wat heeft u allemaal? Nou, ik heb een lekkere verse rode paprikasoep met een beetje citroengras. Huisgemaakte eiersalade en mijn broodtaarten. Dus eigenlijk een broodtaart, hè? Ja, broodtaart. Ik zal heel even de folie er een beetje van afhalen. Mensen kunnen hier gewoon vandaag een lekkere broodpunt kopen. En mevrouw? Heerlijk. Heerlijk. Smaken de aardbeien in het Sven nou anders als anders? Ja, natuurlijk. Alles wat uit het Sven komt is prima, hè? Ja. Dat? Hoe dat komt. Sven is echt van oudsher echt een tuindersgebied, hè? Dus wat dat betreft groeide en bloeide daar heel goed. Ja. Ja. Biologisch eten in het Ven is eigenlijk wel beter dan een andere wijken van Ven. Nou, dat wil ik niet zeggen. Dat wil ik niet zeggen. Maar hier staat het wel bekend om agrarische achtergrond. Hè. Dus de mensen die hier wonen en werken, die hebben wel dat gevoel daarvoor. Dus, heb je al veel geproefd? Ja, ik heb hier de aardbeidjes geproefd en daar de tomaatjes. Heerlijk, echt heerlijk. En daarachter de besjes, hè. Allerlei soorten jammen van besjes gemaakt. Heerlijk, heerlijk. Ja, echt een genot. Valt er wat te proeven hier of niet? Nee, alleen maar te kijken. Mooie bloemen. Mooie bloemen. Ja, en, hele mooie bloemen. En courgettes. Stiekem wat meegenomen in de tas of niet? Dat niet. Nee, dat niet. Nee, dit hebben we gekocht. Blauwe bessen en aardbeien. Wat vindt u ervan vandaag? Ja, zoiets vind ik altijd heel interessant. Ja. Ja. We zijn ook naar Kom in de Kas geweest, dus dat was ook... dezelfde aardbeien. Komt u uit Ven of niet? Nee, Venlo-Oost, Vinkenbosje. Venlo-Oost, Vinkenbosje, ja. En heeft u ook van die mooie bloemen in de tuin staan? Ja, nog van de Floriade. Echt waar? Echt waar. Zakje meegenomen in uw eigen Floriade thuis. Als ze uitgebloeid waren, een zaadje. Want langs de fietspad bij de Floriade stonden ook allemaal van... die bloemen, hè? Zo'n, hoe noem je dat? Zomerbloeiers, dus. Als de Floriade bloeit door bij u. Bloeit bij ons nog in de tuin. Op de Groenstraat. Kan je de eenden ook proeven? Proeven? Is toch proef het Ven vandaag? Oh ja, nee, dan moet je ze denk ik eerst slachten. Maar dat doen we pas als ze ouder zijn. Als ze heel oud zijn. Ja. Waarom zijn de eenden hier? Gewoon. Omdat het leuk is. Ja, we vonden het leuk. En mensen kunnen die gewoon even bekijken vandaag. Ja. En aaien. En eten en geven. En een race doen. Hey. Okay, wat is een race dan? Zetten we ze daar neer. En dan kunnen mensen zeggen van die wil ik daar neerzetten. En dan kijken we welke als eerste aan de overkant komt. En dan, dan krijgt diegene iets. Ja? Dat was hem, hè, of niet? Ja, als hij heeft gegeten, dan heeft hij dat. Ja, oké. Okay. Dus dat is het gewonnen dan? Dit is Crossy. Ja. En Crossy heeft gewonnen? Ja, Crossy heeft gewonnen. Maar nu raakt hij een beetje in paniek, dus ik ga hem even ook. Nou, succes nog dan, hè? Oh, joh. Dankjewel. Crossy rent weg. Pak hem. Joost. Rustig. Joost, doe rustig.